Piet Paulusma was misschien wel de meest bekende weerman van Nederland. Daar lopen de temperaturen ook op. Hij vertelde jarenlang de weersverwachtingen op radio en tv. Een paar jaar geleden vertelde hij Annabel over zijn werk. Dit is de weerkamer, zoals we dat noemen. Hier worden radio-uitzendingen gedaan. Het weer wordt geanalyseerd, wordt gekeken naar de weerkaarten. En dat gebeurt hier en dan wordt een weersverwachting opgemaakt. Piet werkte voor programma's voor volwassenen, maar toch was hij ook heel populair bij kinderen. En hebben jullie vandaag mooi weer gehad? Ja! Beroemd werd hij ook door die ene herkenbare Friese zin die hij altijd zei aan het eind van zijn weerbericht. Oant moarn. Oant moarn. Oant moarn. Oant moarn. Oant moarn. Oant moarn. Tot morgen. Piet Paulusma werkte niet in een studio, maar hij was altijd ergens buiten. Windstoten in kracht 7 tot in kracht 10. Hij reisde heel Nederland door. Die kunnen vast niet oant moarn zeggen? Nee, dacht ik al. Maar wij wel. Hier vanuit Herbaaien. Hij wilde liever niet dat mensen wisten dat hij ziek was. Gistermiddag is hij in een ziekenhuis in Leeuwarden overleden.